Hoi, dit is les 9. We herhalen eerst even van de vorige keer. En dat was het kruisen van links naar rechts en weer terug. Let erop. Hoog gooien, laag vangen. Hoofdhoogte gooien, laag vangen. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. En laag vangen. 5. En gooi. 6. En gooi. 7. En gooi. 8. En gooi. 9. En gooi. 10. Goed gedaan. Gaan we gelijk door naar de volgende. Die gooiden we onder de gestrekte arm door. Daar en vangen. Daar en vangen. Doen jullie mee? Bal in de lastige hand. Hoofdhoogte gooien en laag vangen. Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. En gooi. 4. En gooi. 5. En gooi. 6. En gooi. 7. En gooi. 8. En gooi. 9. En gooi. 10. Hehe, eindelijk mogen we twee ballen gebruiken. We gaan een grote stap maken vandaag. Let op. We starten nu met twee ballen in allebei de handen tegen elkaar aan. En we gooien ze omhoog en we proberen ze tegelijk te vangen. Dus laag gooien en gelijk vangen. Let op. Doen jullie mee? Bal in de twee handen. Klaar. En gooi 1. En gooi 2. Goed kijken. En gooi 3. En gooi 4. En gooi 5. En gooi 6. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. De laatste. En gooi 10. Daar zit die handen vol, hè? De tweede nieuwe oefening vandaag. Met twee ballen. Proberen ze gelijktijdig omhoog te gooien. En we vangen ze weer. Maar je ziet, ze zijn ietsje verder uit elkaar. Dit moet je proberen om ze dan gelijktijdig te vangen. Let op. Doen jullie mee? Ballen in twee handen. Klaar. En gooi 1. En gooi 2. Je mag ietsje hoog gooien. En gooi 4. En gooi 5. En gooi 6. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. En gooi 10. Het onderdeel moeilijker maken doen we als volgt vandaag. Twee handen naast elkaar, we gooien de ballen omhoog. En we proberen ze te vangen, maar we gooien zodat we een klap in onze handen kunnen maken. Dus omhoog, klap, vang. Doen jullie mee? Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. En gooi. 4. En gooi. 5. En gooi. 6. En gooi. 7. En gooi. 8. En gooi. 9. En gooi. 10. Het laatste onderdeel van vandaag gaan we weer rekenen, maar nu met de tafel van 7. Dus we gooien hem omhoog en 7 en gooi 14. Doen jullie mee? Hebben jullie in elke hand een bal? Klaar en gooi 7 en gooi 14 en gooi 21 en gooi 28 en gooi 35 en gooi 42 en gooi 49 en gooi 56 en gooi 63 en gooi 70. Bij het tweede rekenonderdeel doen we weer de jongens en de meiden apart. Tafel van 7, jongens beginnen vandaag. Let op, dus jongens 7 en de meiden 14. En dan gaan de jongens verder. Wel doorgooien, alleen noemen als je aan de beurt bent.
Doen jullie mee? In elke hand een bal. Klaar. En gooi, jongens. 7. En meiden. 14. En gooi. 21. En gooi. 28. Jongens en gooi. 35. Meiden. 42. En gooi. 49. En gooi. 56. En gooi. 63. En gooi. 70. Bij het laatste rekenonderdeel van deze les, les 9, noem ik de som. Jullie geven het antwoord bij het vangen. Dus 1 keer 7. 7. Heel goed. Doen jullie mee? In iedere hand een bal. Klaar. En daar gaan we. 1 keer 7. En 10 keer 7. En 5 keer 7. En 2 keer 7. Heel goed. En 4 keer 7. En 5 keer 7. En 10 keer 7. En 1 keer 7. En 2 keer 7. En 4 keer 7. Wauw. 28, hè, die laatste. Dit was les 9, waarin we voor het eerst twee ballen gebruikt hebben. Als het heel goed ging, mag je dit ook thuis oefenen. Bij elkaar en probeer ze steeds ietsje breder te gooien. Kijk of je nog twee ballen in de gaten kan houden. En hoe ver kunnen je handen uit elkaar. Succes!